Caroline Tense verschijnt tegenwoordig in elk programma om over de overgang te praten. Ze was een paar weken geleden bij Eva Jinek om over haar overgangsboek te kletsen, en anderhalf jaar geleden zat ze daar ook al, maar toen ter promotie van haar overgangsdocu. Die keer ging ook haar zoon Bob Wisse mee. Ze waren bij Jinek namelijk wel benieuwd naar de ervaringen van Bob, vertelt Caroline in gesprek met de party. Toen ik voor de promotie van de docu naar Eva Jinek ging, wilde ze graag mijn zoon Bob ook in de studio hebben. Dat wilde hij wel, maar ik dacht nog, daar komt hij op terug. Stiekem vreesde Caroline een beetje voor een afhaker, dus ik maakte hem twee dagen van tevoren duidelijk dat hij niet kon afzeggen, maar dat kwam wel goed. Op de dag zelf, mam, ik ga het echt niet doen. Ik zei dat dat dus niet kon. Caroline heeft haar zoon toen dronken gevoerd en onder druk gezet. Ik heb er drie gin tonic bij hem ingegooid en heb tegen Eva Jinek gezegd dat hij nerveus was. Zij stelde hem gerust en hij heeft het geweldig gedaan. Uiteindelijk was Bob ook wel tevreden. Na afloop stroomde zijn telefoon vol met mooie berichtjes dat hij het goed had gedaan en dat moeders van zijn vrienden hetzelfde hadden gehad, maar dat zij als jongens het er nooit over hadden gehad. Die berichten deden Bob goed, al dus Caroline. Des te meer zag Bob in hoe belangrijk het is dat hij het als zoon ook had moeten weten wat zijn moeder doormaakte en wat er allemaal kan gebeuren met een vrouw in de overgang. Ze besluit: Mensen beginnen er nog steeds wel eens over als hij ergens is. Hij is daar helemaal prima mee.